We staan op het allernieuwste gedeelte van de Singel. De Singel is tientallen jaren gesloten geweest, want in de jaren 60 en 70 waren de auto's toch echt belangrijker. Maar nu, in 2020, gelukkig niet meer en is de Singel weer helemaal rond. En wij gaan even een kijkje nemen. Ik wil wat anders vanuit het water alles bekijken. Ja, yeah, it's fun. It's great that it's open again. And now I can do the full circle, so it's cool. Lekker bezig! De opening was afgelopen zaterdag en met deze emmer hebben ze symbolisch het eerste water in de Singel gegooid. Ik zag jullie net zo staan met jullie telefoontjes. Wat waren jullie aan het uitzoeken? Eigenlijk zijn we aan het kijken om eventjes over de grachten te varen met een bootje. Ah, omdat de Singel net rond is? Of, Nou ja, eigenlijk was het heel spontaan en natuurlijk ook omdat de Singel rond is. Dat is wel leuk. Het maakt de stad weer een stad. Ik vind het leuk. Het heeft zijn hele eigen eigenschappen en ik denk dat het ook positief is voor het toerisme. Ja, ik heb alles meegemaakt. Ik heb aan de overkant gewerkt bij een ingenieursbureau. En het was naast het Dom Hotel, dat is ook bekend in Utrecht. En ik heb gezien dat ze de Singel dicht gooiden en dat er een autobaan doorheen kwam. En het was in die tijd was dat zeer modern en dat was Utrecht mee in de vaart der volkeren. Een autobaan dwars door de stad heen. Dan kan je makkelijk bij de winkels komen. Ja. Ideaal. En nu ligt het water er weer. Ik denk ook dat het in de tijd een verkeerde beslissing is geweest om zomaar een Singel dicht te gooien. En het was een historische Singel. Dus eigenlijk is dat een verkeerde beslissing geweest. Ja. Dus het is goed dat hij nu weer open is, ja. Was u boos toen? Nee, helemaal niet. Het hoorde bij die tijd. Nou jongens, het is nog heel veel zand hier. Het is natuurlijk net nieuw. Maar ik weet het wel. Voorjaar 2021 is dit mijn plekje aan de Singel. Proost!